Ik ben hier samen op de Waddenacademie met professor Venega. De Waddenacademie is een kennisinstituut dat probeert bij te dragen aan de verduurzaming van de Waddeneilanden op het gebied van economie en ecologie. En professor Venega is betrokken bij de Waddenacademie vanuit zijn expertise op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. En zit ook de portefeuille voor op dit gebied bij de Waddenacademie. Kunt u misschien nog iets meer over jezelf vertellen, over uw ervaring en onderzoek op het gebied van klimaat en duurzaamheid? Ja, mijn naam is Pier Vellinga en ik ben opgeleid als kustwaterbouwingenieur en ook altijd wel betrokken geweest bij het Waddengebied. Maar in de 80er jaren, dus ongeveer 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, raakte ik betrokken bij het klimaatdebat vanwege zeespiegelstijging. Heb mij toen later gespecialiseerd op klimaatverandering. Heb ook medegewerkt aan de oprichting van de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dus ben eigenlijk 30 jaar actief geweest in het hele wetenschappelijke debat over klimaatverandering, de effecten van klimaatverandering op kusten en ook op landbouw. En daar nog steeds in actief, nu ook bij de Waddenacademie. En een van mijn leuke projecten nu in de Waddenacademie is om te kijken naar zilteteelt. Dus om te kijken als het wat zouter wordt, kunnen we dan nog steeds ons voedsel verbouwen in dit gebied. Als je kijkt naar de effecten van de klimaatverandering voor Nederland, zijn er verschillende effecten die een rol spelen. Specifiek voor de Waddeneilanden en voor Schiermonnikoog ook. Wat denkt u dat de grootste effecten zullen zijn? Nou, op zich is de opwarming van Nederland vrij fors. Dat is 2 tot 4 graden. En dat is denk ik voor het toerisme alleen maar positief voor Nederland. Onze energierekening gaat naar beneden. Maar aan de kostenkant hebben we natuurlijk een zeespiegelstijging en misschien meer radicale stormen. Dus ook wat bedreigingen, misschien zwaardere droogtes en meer wateroverlast. Dat is zo'n beetje het plaatje. Maar uiteindelijk voor de Waddeneilanden is het denk ik op korte termijn, de komende 50 jaar, misschien wel de komende 100 jaar, positief. In ieder geval de komende 50 jaar vanwege betere omstandigheden voor toerisme. Maar op lange termijn denk ik zeer negatief. De verwachtingen van zeespiegelstijging zijn zodanig dat het heel moeilijk zal zijn om ook een eiland als Schiermonnikoog, ja, of dat over 200-300 jaar nog kan bestaan, is toch wel een reële vraag. En om een aantal van die veranderingen iets meer te visualiseren, hoe denkt u bijvoorbeeld dat over 50 jaar het eiland Schiermonnikoog erbij zou kunnen liggen? Nou, over 50 jaar denk ik nog zeer welvarend, maar dan wel met een zwarte schaduw op de achtergrond, omdat over 50 jaar nog duidelijker zal worden dat die zeespiegel of die beperkt blijft tot 1 à 2 meter, of dat die zeespiegel misschien wel 5, 6, 7 meter stijgt de komende 300, 400 jaar. Als dat laatste het geval is, ja, dan krijg je toch een instabiel Schiermonnikoog. Hoewel het ogenschijnlijk er prachtig bij ligt, met veel toeristen, mooie stranden, een prachtig klimaat. Dat we over 50 jaar weet je heel zeker van, gaat dit goed of gaat dit niet goed? Nu twijfelen we nog. We weten niet of die zeespiegel 1 meter stijgt of 10 meter de komende 300 jaar, maar allebei kan waar zijn. En daar moeten ook wij mee leven, ook op Schiermonnikoog. Dat we, die dreiging is er nu al wel, maar de zekerheid is nog niet zo duidelijk. En over 50 jaar weten we drommels zeker van dit gaat of radicaal mis, of het loopt met een sisser af en met veel zandsuppletie kunnen we het allemaal nog een beetje redden. Ja, dus een hele scala mogelijkheden nog eigenlijk. Op het ogenblik is die toekomst onzeker en dat is natuurlijk nu ook het moeilijke punt. Maar de komende 50 jaar kan Schiermonnikoog zich denk ik verder goed ontwikkelen, maar het blijft de grote vraag wat gebeurt er daarna. Ja. Voordat u betrokken raakte bij de Waddenacademie, hoe dacht u toen over duurzaamheid en klimaatverandering specifiek voor de Waddeneilanden? Nou, dat heeft altijd wel mijn aandacht gehad. Ik vertel ook veel over het buitenland. Dat iedereen denkt dat Nederland door zeespiegelstijging zal verdrinken. En ik laat dan zien dat juist ons land er de komende 50 tot 100 jaar wel vrij goed mee om kan gaan. Omdat wij zand toevoegen op de kust, zand ook toevoegen aan de Waddeneilanden. En ook onze Noordzee is zeer rijk aan zand.
Dus wij kunnen onze eigen kust nog heel lang versterken. Ik heb ook meegewerkt aan het Delta-programma, dat in 2008 naar voren is gekomen, de commissie Veerman. En daar is ook gezegd, nou, de beste manier om ons veilig te stellen voor zeespiegelstijging is om veel zand uit de Noordzee te halen en dat te leggen op onze stranden, zodat die kunnen meegroeien met de zee. Nou, dat meegroeien met de zee, dat kan wel als klimaatverandering een beetje meevalt, als klimaatverandering tegenvalt, en daar zijn nu ook wel geruchten over, of eerste wetenschappelijke weer, dan red je het op termijn niet. Dus ik ben eigenlijk al 30 jaar bezig met zeespiegelstijging en klimaatverandering. Ja, en is uw visie op hoe de Waddeneilanden omgaan met de duurzaamheid en met klimaatverandering ook veranderd sinds u betrokken bent geraakt bij de Waddenacademie? Nou, ik heb altijd wel sympathie gehad met dat idee van self-supporting eilanden. Self-sufficiency vind ik ook een mooi begrip. Het is natuurlijk ook, mensen in Friesland willen liefst onafhankelijk zijn. En misschien wil iedereen eigenlijk wel liefst onafhankelijk zijn. Anderzijds is dat economisch niet zo efficiënt. En wij zijn ook sociale mensen, dus je hebt elkaar nodig. Maar het idee dat je als eiland gebied van water en energie en voedsel onafhankelijk zou kunnen zijn, is een mooi idee. Anderzijds, ja, we zijn natuurlijk met internet zijn verbonden met de hele wereld. Waarom zouden we dan met elektriciteit ook niet verbonden zijn met de wereld? En waarom zouden we dan ook toch niet een pijpleidingje water hebben liggen? Dus ik ben niet dogmatisch op het gebied van self-sufficiency, maar ik geloof wel in de kracht van self-sufficiency als versterking van je lokale identiteit en je trots. Als je voor jezelf kan zorgen als eiland, dat geeft een sterk gevoel van onafhankelijkheid. Terwijl dat altijd maar ten dele is, omdat we toch in een informatiesamenleving zitten waarbij we toch ook wel weer onze boodschappen via internet bestellen. En dat heeft toch ook zijn voordelen. Dus ik ben daar wat ambivalent in. Ik zie self-sufficiency als iets interessants, maar toch ook binnen realistische kaders. En natuurlijk zou het mooi zijn als een eiland op energiegebied self-sufficient is. Maar dan nog zou ik ook een kabel naar de kant leggen, opdat de tijden dat het je systeem uitvalt, dat je dan toch kan betrekken van de buren. Want een systeem zodanig uitvoeren dat je onder alle omstandigheden self-sufficient bent, dan moet je er wel heel veel geld voor over hebben. Dus waarom geen backup? Zoals wij als familie hebben we ook altijd nog wel een opa of een oom die je kan helpen als het misloopt. En als je voor alles moet verzekeren, dan betaal je een hele hoge premie. Om die eerste stappen te zetten naar self-sufficiency, zelfvoorzienendheid, op de Waddeneilanden en Schiermonnikoog ook, uitdaging ziet u specifiek en op welke manier kan de Waddenacademie daaraan bijdragen? Nou, ik denk dat je toch met huidige technische middelen veel efficiënter kan zijn en veel meer self-supporting op het gebied van de zonne-energie. Misschien ook wel wind. Sommige mensen vinden het lelijk, maar één grote windmolen op een eiland zou het hele eiland van stroom kunnen voorzien. Misschien ook wel een geothermie, maar dat vind ik minder passend, maar warmte-koude opslag met warmtepomp. Dus op energiegebied zou een eiland best netto self-sufficient kunnen zijn, terwijl bruto toch echt wel ook een interactie heeft met de vaste wal. Op voedinggebied zou je natuurlijk veel meer kunnen doen aan kortere ketens. Waarom moet eerst alle voedsel voor de koeien naar het eiland en dan moet alle melk weer naar het vasteland en dan komen de melkproducten komen weer naar het eiland. Ik denk dat er wel ook kortere voedselketens kunnen bijdragen aan iets meer van self-sufficiency en ook identiteit versterken. Dat je op Schiermonnikoog misschien een iets ander dieet hebt dan op Mallorca of in Zuid-Limburg. Dat mag best en dat kan ook best. Op watergebied zou ik het wel belangrijk vinden dat je je eigen drinkwatergebieden hebt, maar toch ook een reservepijpje naar het land. Maar self-sufficiency moet geen dogma worden, maar het kan wel versterkend werken voor sociale cohesie, voor gevoel van onafhankelijkheid. En ook voor reële risicovermindering in een
ja, toch lastige wereld met heel veel kwetsbare systemen. Of het nou is voor natuurrampen of voor terrorisme. Dus dat je altijd wat primaire hulpbronnen bij jezelf in de buurt hebt, dat geeft een veilig gevoel. Specifieke kansen voor schimmelnik oog ten opzichte van het vasteland bijvoorbeeld. U noemde eerder Zilte Til. Zijn er nog andere mogelijkheden die specifiek zijn voor de omgeving van de Waddeneilanden? Nou ja, kijk, ook de bereikbaarheid is belangrijk. Je zou natuurlijk al heel snel kunnen overstappen op geheel elektrisch transport op het eiland. En misschien ook op een elektrische veerboot. Dat versterkt het gevoel van duurzaamheid, maar ook de reële duurzaamheid. Dus ik vind wel dat je... Ja, je kan op het eiland ook als eerste misschien van het gas af, van het aardgas af. Dus er zijn allemaal leuke mogelijkheden waarmee je ook je eiland op de kaart zet. Het moet niet alleen gaan om die fysieke kant, maar ook om de meer maatschappelijk politieke kant. Zoals Ameland nu een statement heeft gemaakt met een eigen zonnepark. Nou, zo kan ieder eiland kan op zijn manier iets doen met energie, met voeding, met water. Maar ook zijn eigen cultuurhistorie verder ontwikkelen en versterken. Want ik denk wel, de sense of place, hè, dus het unieke van Schiermonnikoog, het unieke van Ameland, als je dat kan versterken op het gebied zelfs van voeding, energie en water, en kustsystemen, Zilte landbouw bijvoorbeeld, ja, dat moet je doen. En ik weet, op Schiermonnikoog loopt nu een heel interessant experiment ook met de boeren. Ja, waarom zouden ze niet allemaal biologisch gaan telen op Schiermonnikoog? Op het ogenblik krijg je voor biologische producten een betere prijs dan voor bulkproducten. Als ik als toerist naar Schiermonnikoog kom, dan heb ik ook graag, eet ik iets wat lokaal geproduceerd is. En als dat dan een dubbeltje meer kost, vind ik niet zo erg in de regel. Versterking van dit soort dingen, voeding, maar ook biologische voeding, ziltevoeding, speciale bessenproducten, bijvoorbeeld die cranberries, ja. Maar ook de hele visserij zou je erin moeten bespreken. Waarom zeg je niet, we mogen op Schiermonnikoog alleen nog maar vis eten, wat ook ambachtelijk gevist is in de omgeving van het eiland? Het zou toch heel mooi zijn en het zou helpen toeristen te vinden. Zeker. Ziet u dit als allemaal verschillende parallel het beste kunnen lopen? Of denkt u dat bepaalde projecten of ideeën meer prioriteit op korte termijn hoeven? Nou, ik geloof zelf wel in burgerparticipatie. Dus dat burgers en ondernemers van die eilanden zelf dit oppakken. En dat dan een gemeente ook zo slim is dat ze daarin meegaan. En dat is niet makkelijk, want vaak wordt de gemeente sterk bepaald door de middenstand. En die is altijd gericht op de korte termijn. Terwijl dit soort alternatieve projecten van meer zelfvoorzienendheid op het gebied van voedsel is altijd een lange termijn. Dus het vergt wel een beetje politieke leiderschap om op zo'n eiland ook stappen te maken richting duurzaamheid. Die uiteindelijk in het belang zijn van alle bewoners. En je ziet vaak dat ook toch bij de bewoners of bij de middenstand vaak die korte termijn belangrijker wordt gevonden dan de lange termijn. Dus dat politieke leiderschap is zeer belangrijk. En je ziet ook daar waar eilanden stappen hebben gemaakt op het gebied van energie, windenergie bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van vervoer, elektrisch vervoer. Er zat altijd een soort leiderschap achter, of van een burgemeester of van een politieke groepering. Of van een burgerinitiatief. Dus ik zou zeggen, een heleboel dingen kunnen parallel, maar laat ze vooral van bottom-up komen en geef als politiek, geef burgerinitiatieven de ruimte. Wat verwacht u wat dat betreft nog meer van landelijke politiek? Nee, niet zoveel. Ik bedoel, die kunnen wel bepaalde prikkels maken. Maar die zullen zich niet zo bekommeren om het eiland Schiermonnikoog. Nee, dat moet je zelf doen. En op welke manier kunnen bijvoorbeeld Waddeneilanden elkaar helpen? Hoe belangrijk ziet die samenwerking als een oplossing voor deze problemen? Ach, dat is wel leuk samenwerken met islandhoppen. En ik zou zeggen, nee, je moet, als je echt gelooft in duurzaamheid, moet het van bottom-up komen en ook vanuit de eigen mensen. En natuurlijk kun je samenwerken, maar... Meestal lopen initiatieven dood als je het allemaal in samenwerking wil doen.
bottom-up is nou juist dat er een lokaal initiatief is en dat gaat het worden. Ik zou het vreselijk vinden wanneer alle eilanden voor dezelfde vorm van elektrisch vervoer kiezen of voor dezelfde vorm van energiecentrales. Ik zou zeggen, nee, dat is nou juist het leuke van een eiland. Ga er zelf mee aan de gang als bewoners, als politiek. En probeer je niet afhankelijk te maken van wat anderen precies doen. Misschien wel voor een aantal grote concepten zoals het verhaal naar toeristen, totale natuurbeheer. Maar als het gaat om pilots op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van voeding, energie, water, zou ik zeggen, ga lekker aan de gang zonder te wachten op alle anderen. Want de meeste instituties werken vertragend op innovatie en duurzaamheid. Om daar mee verder te gaan, de Wadden Academie biedt zelf veel kennisinformatie, veel aan overheden, landelijke overheden. Op welke manier wordt die kennis ook vertaald naar concrete tips voor burgers, zodat ze ook zelf aan de slag ermee kunnen gaan? Nou, concrete tips voor burgers is wel veel gevraagd van een Wadden Academie. Wat we wel doen is werken met gemeentes, werken met groepen die plannen hebben voor Waddenfondsprojecten, dat ze bij ons langskomen en ons om advies vragen. Dus in die zin hebben we wel te maken met burgerinitiatieven die ons om advies vragen. Maar voor ons is het natuurlijk moeilijk om zelf die burgers te vinden die iets willen. Maar als burgers iets willen en ze vragen ons, zit dit wetenschappelijk goed in elkaar, dan geven we graag advies. Wat we nu wel doen is een hele evaluatie van alle mogelijkheden van geothermie, ook op de eilanden. Wat we doen is een analyse van mogelijkheden op het gebied van zilte en teelt en ook welke kusten zich daarvoor lenen, welke gebieden zich daarvoor lenen. Wat we doen is kijken naar vispassages en dat geldt dan misschien meer voor het vasteland. We kijken naar de toekomst van havens en wat je met baggerslip kan doen. Dat is zo'n scala van dingen, cultuurhistorisch onderzoek. Maar kijk, een burgerinitiatief moet ook, wij staan daarvoor open, ook de weg naar ons kunnen vinden. En het is natuurlijk een plek voor de burgers die hier zelf wonen, maar bijvoorbeeld toeristen, Nederlandse toeristen, buitenlandse toeristen, op welke manier denkt u dat die positief kunnen beïnvloeden op het gebied van duurzaamheid, de Waddeneilanden en misschien Monaco? Ja, positief beïnvloeden, ik geloof eigenlijk in voorbeelden. Wat nu het interessante is van duurzaamheid, is dat bedrijven die hebben gekozen voor duurzaamheid, die maken nu meer winst dan bedrijven die traditioneel zijn gebleven. En dat geldt zowel in termen van winst als in termen van werkgelegenheid. Duurzaamheid, sommige mensen zeggen dat is duur. Nee, duurzaamheid is ook uiteindelijk efficiënter omgaan met dat wat het eiland biedt, wat de aarde biedt. Al dat gesleept met voedsel zien we nu dat uiteindelijk niet veel bijdraagt. Ook al die stappen in de processing, daar zie je aan de ene kant wel dat het goedkoper wordt, maar ook dat een heleboel waardevolle stoffen uit het eten gehaald worden. Die ingewikkelde ketens met fossiele brandstoffen, dat we die uit Rusland en Saudi-Arabië moeten halen, ja, terwijl we de zon hebben we gratis. Dus duurzaamheid is in wezen een veel beter omgaan met alles wat we hebben. En duurzaamheid wordt vaak belemmerd door spelers ook van de oude economie, Die heel veel geld en goed werk hebben gedaan met iets van vroeger. En zoals ze ook ooit afscheid hebben genomen van de paardentram, nemen we nu ook afscheid van de verbrandingsmotor. Want een elektrische motor is veel beter. Ja, dus duurzaamheid is toch een weg vooruit. En zelfs op het gebied van voeding. Voor duurzaamheid is het belangrijk om veel meer vegetarisch te zijn. Maar in wezen is het voor je persoonlijke gezondheid ook veel beter om niet te veel vlees, kaas en melk te eten, maar met mate. En op het ogenblik eten we veel te veel van al dat spul. Dus duurzaamheid is gewoon eigenlijk heel verstandig omgaan met jezelf en met je omgeving. En dat levert uiteindelijk ook een goed businessmodel op. En de enige die in de weg staat zijn de remmers. Nou, die moet je gewoon laten zien door voorbeelden, dus ook aan de toeristen. Nou, voorbeelden kun je laten zien hoe interessant duurzaamheid is, meer dan door preken of normatief gedoe.